Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Silverfuck. Goed jongens, zoals jullie zien, weten jullie dat dat de carnaval eigenlijk voorbij is. En waarom dat dit er staat, weet ik geen idee, want ik had er geen tijd om het af te breken. Dat gaan we dus nu ook vandaag doen. Als we dat hebben gedaan, of ze allemaal hebben afgebroken, dan gaan wij natuurlijk ook onze dingen, enchantingkamer doen. En wat komt na carnaval? Ik geloof Pasen, hè? Dus dan kunnen we misschien je paaseieren of zo neerzetten. Heb ik geen chap? Jawel. Oh, kan dat niet veel. Het gaat wel erg traag. Volgens mij kan dat beter met dit doen, of niet? Nee, gaat even snel. Ik denk dat dit wat handig is. Dan moeten we onze axe gebruiken. We zitten niet bij een level 31. Maar ja, we zitten bij een level 30. Maar we zijn geen goede pickaxe. En ja, we moeten ook wel fatsoenlijke pickaxe hebben. Want dat is gewoon niet fijn. Een hele slecht zware kut pickaxe. Ja, dat is gewoon niet fijn, dat kun je niet op Minecraften. Vind ik. Vooral als je gaat minen, dan moet je gewoon een hele goede pickaxe hebben. Oké, die houten dingen, dat maakt mij niet zoveel uit. Op zich gaat het erg langzaam, ja. Officieel is onze vuurtoren klaar, maar alleen de inrichting. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar goed, dat moet. Maar meestal is het bij mij zo, wil ik standaard één project, wil ik dan aan gaan bouwen en dat helemaal af is. Met overal 2-3 projecten die gelijk beginnen, daar kan ik niet echt tegen. Ja, met die wol, wat gaan we eraan doen? Ik heb geen idee. Ik denk gewoon in een kerst. Is altijd handig. Moet ik ergens twee, hoor. Ja. Het werd mooi, zo'n mooie prachtige carnavalsvlag. Maar de carnaval zit erop. Dus wordt tijd voor iets nieuws. Eigenlijk was het de bedoeling om dat gisteren te doen. Maar dan had ik het zo druk, hè. Oh ja, dat klopt, ja. Ja. Schep. Schep is volgens mij ook zwaar kut. Maar goed. Dus dan moet je wat aan mooier. Ja, zo kan het er wel even op. Ja,
en dit wil ik eigenlijk ook een keertje heel anders te gaan doen, maar goed. Ja, hier zou het natuurlijk wel een duidelijk pickaxe. Ah, dat is goed. En daarom gaan wij nu dit een beetje veranderen. Want op zich kunnen we dit. Hier plaatsen je echt. Hier, dus dan echt letterlijk iets in het midden. Dus dat kan. Dus dat we dan dit even weghalen. We kijken alleen de boeken. Dat is niet zo erg. Ja, eigenlijk komt dat helemaal hier. Dus die boeken kunnen gewoon. Heb ik nog ergens dingen? Nee. Ik weet niet hoeveel. Maar hoeveel heb ik dan nu? Twee maar. Maar dat is ook goed plans. Waar zijn die? Oh, hier, boekje. Dat zijn de 40. Ja, dat is echt wel voldoende. Hier moesten ze staan, hè. Ik had niet een dik boekje ook al mee. Hier achter is het een beetje verlicht. Ja, daar kom ik toch bijna door. Lampje heb ik wel nodig. Ja, dit lijkt wel allemaal staan. Dat zie ik toch niet, maar wie moet dat zien? Wie ziet dat nou? Niemand. Ja, jullie. Of hier op staat hier. Klopt dat? Ja. Nu moet ik heel even kijken welke beste deze neer kan zetten. Want als we nou hier neerzetten, hè? En die zet dan eentje hier verder. Dan moet dat toch weer allemaal weg. Zonder van het houden, maar goed. Nou, dan hier. Dan heb je als het goed is een heel klein kamertje. Oh, dat zijn voldoende. Kan het ook met witte hout? Ja, ik denk van wel. Ik heb er 5, is dat voldoende? Ik denk net niet. Nog 4 heb ik er nodig. Dus hebben we nog ergens hout? Ook niet. Nee. Ja, weet je wat, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik ga gewoon even hier een boompje slopen. Eén boom is denk ik wel voldoende. Als deze boom even vermoorden. Ja, hout, dat hebben we zeker genoeg. Ja, en dit wil ik ook een keer opknappen op steen. Ja, en hier moet ook echt wel hekjes, want... daaronder moet hij ook een crafting table. Oh wacht, dan moeten we natuurlijk eerst hout hebben. 4, 1, 2, 3. Ach! Serieus, dat ga je niet meer. Ik kom er net eentje tekort. Zo close, hè? Ze is zo goed, hè?
Oh, we zijn al ruim 10 minuten bezig. Elke keer ga ik daar naar 100, dat moet ik niet doen. Eentje, ja, nu kan ik wel. Eentje is voldoende. Kijk, kom wel niet ver. 30 heb je dan. 25. Voor 30 de hoogste. Is nu de hoogste. Kunnen we het doen, maar ik ga eerst even dit 7. Maar ik heb nog een oude dingen. Dus even moet ik een update hebben. Maar ik weet niet hoe je dat moet doen. Dus je moet gewoon nieuwe. Waardoor we krijgen weer zo'n 1. Slick Touch 1. Alleen een slack touch. Is dat wel goed hoor? Op zich is die fijn, weet je dat? Want een slack touch krijg je wel alleen de oor mee. Van kool en zo. Maar het geeft je wel ruimte met steen, dan hoef je niet om te smelten. Dat is wel het voordeel, maar ja. Alleen dat. Was niet fijn dus. Dat is wel fijn, de slack touch. Dus als je daar een steen kan smelten, dan krijg je meteen de dingen. Dat is fijn, dus ja, ik denk dat we wel een goede pickaxe hebben. Level 1. Oké, okay, de sliktox die neem ik wel mee. Dat is toch handig, en dan maken we... Ja, deze FSI1, ja, dat is gewoon een grote pickaxe. Eigenlijk moeten we een snel hebben, eigenlijk. Zeer snel, maar goed. Maar sliktox is wel fijn, want ik heb al geslapen. Zullen we eerst even onze inventory maken? Oh ja, dit zijn de dure spullen. Hebben we hier nog iets van nodig? Ik denk van niet. Ik denk wel hier. Kijk, die wol. Dat kan ik gewoon in. Kijk, dan heb je... Ik vind het een hele stack. Seeds. 2 van die. 6 van die. Zet 8 in. Deurt. 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 Hout. 7 daar. Dat ook goed. Oké. En die 6 stokjes. Steen. 39 steen. Zand. Ja, boeken die moeten. Ik vind wel dat die hierbij mogen. Dan hebben we nog wat. Dus wat, laten we gewoon een hele stack fakkels meenemen. Is denk ik wel voldoende. Wat is dit? Is dat nog iron ore? 55. Wacht, dit wordt echt bij de rand van de troep, hè? Oh, die zit ook bijna vol, maar goed. Hoe kom ik aan 2 gunpowder? String. Ja, weet je wat ook, ja, iets beter is? We hebben dus een beetje geregeld. Maar, wat hebben we hier nog? Een grotere farm. Ja. Dat kunnen we misschien wel pakken, maar... Groot farm hebben we nu nog niet echt nodig. Wat we wel nodig hebben, is eigenlijk een mijn. Want een mijn, dat is toch wel belangrijk. Want dan kun je gewoon op diezelfde plek kun je gaan mijnen. Nou, ook zeg je nou, een plek, daar ga je gewoon graven, ga je allerlei gangen door. Een super grote mine, maar alleen is de grootste vraag, waar moet die komen?
van die hier. Of ja, hier. Ja, wat moet hier eigenlijk komen? Zeg. Maar ja, daarachter had je ook sowieso de mij. Ik zat te denken om wel daarachter wel een andere plek. Ja, al die. Maar ik geloof dat daar ook nog allemaal. Kijk, hoe komt dat dit sneeuw er eigenlijk allemaal op? Oh ja, we hebben nu een slick torch. Die ga ik denk nu wel heel even gebruiken. Dus ik ga er weer allemaal vrij snel. Kunnen we achter de vuurtoren doen? Is dat iets? Ik denk gewoon hier. Het is dan hier. Maar hier is je ding. Maar dan gaan we gewoon naar deze kant. Tja, wat moet eigenlijk hier komen? Ja, is dit denk ik een goede plek? Ik denk van wel. Moeten we gelijk dingen beginnen? Ik denk van niet dat wij hier zo niet doen, maar dat we nog ongeveer 2-3 zijden staan. We doen hem 3 breed. Dan beginnen we alvast een stuk. Dus ik ga dit stuk even weg. We zijn ongeveer 18 minuten bezig. En dan heb ik over echt een super grote mijn waar je ja, echt iets aan kunt doen. We beginnen alvast, we gaan de eerste 10. Ik ga er aan beginnen, want we gaan een stukje of diamonds laten sommigen doen. Oh, alleen dit hier, dat moet blijven, want het moeten wel wat dadelijk trapjes zijn, hè. Als ik nu met de slick torch weer haak. Kijk, zag je dat? Ik krijg gewoon de steen. Maar ja, ik denk dat ik eerst deze ga, precies. Die heeft 1. En die FSC die maakt het snel. Hoe gaan we de dingen doen? Trapjes. Dat is gewoon van hout. In ieder geval gaan we er vrijdag mee verder. Ja? Dan ga ik die mee ophalen. Dan maken we hem gewoon, ja, hier. Dan gaan we graven om. En dan gaan we allerlei kamers in. Hè. Zien dat we al een stuk deze kant op kunnen gaan. Een stuk zo, een stuk richting deze kant, ja. Dat je wel een beetje onder het water kunt gaan en zo. Uitkijken voor boven water.
Zodat je gewoon gangen hebt van ja, kilometers. Ik ga die beleid, ik hoop dat je het een leuke aflevering vindt. We gaan er sowieso morgen mee verder. Ik hoop dat je er ook bij bent. Vandaag komt geen Forza Motorsport 4. Morgen komt wel Minecraft en Challenge. Maar weet je wel, ik ga die beleid. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!